Beste leerling, laat je ook nog de herhalingsoefening zien van rekenbladen. Dit was het resultaat dat je moest bekomen. In start stonden de cijfertjes al en in het tabblad werkblad kon je die dan gaan plaatsen en opmaken. Ik ga dat doen. Dus ik heb alle gegevens van hier nodig. Ik duid ze aan. Ctrl-C of kopiëren van boven. Ik ga naar het werkblad. Ik ga op de plaatjes staan. Ik plak dezelfde waarde natuurlijk. Dan zijn er een aantal opmaakdingetjes die je, dat je moest gaan doen. Die opmaakdingetjes zal ze niet allemaal overlopen hier in de opgave. Ik ga ze gewoon laten zien. In het werkblad moest ik een aantal dingen gaan toepassen. Bijvoorbeeld de kolombreedte van al die dingen moest 1,8 centimeter zijn. Dus ik duid ze aan en ik zet mijn kolombreedte op 1,8. Druk op OK. Deze kolom moet natuurlijk wat breder worden. Dus ik dubbelklik tussen mijn twee kolommen om de ideale opmaak te krijgen. Eventjes piepen. Boven die regel moest nog een nieuwe regel komen met eerste, tweede, derde trimester en het jaar. Dus dat ga ik ook al doen. Dus hier nog één rij toevoegen. Zo. Deze drie horen samen. Dus die cellen ga ik samenvoegen. Voilà. Zo. Deze drie ook. Cellen samenvoegen. Hier ook nog drie. En volgens mij heb ik het zo gedaan. Dus ik typ hier eerste trimester. Dan tweede trimester, zo, derde trimester en jaar, als ik me niet vergis. Zo, daar moeten nog wat lijntjes rond en de rasterweergave of de rasterlijnen moeten weggedaan worden. Daar moeten nog wat dingen in het vet gezet worden, dus dat ga ik ook doen. Even de rasterlijnen uitzetten, ze staan hier, rasterlijnen voor het blad uitzetten, dan... wat randen gaan toepassen. Zo. Dit was ook. Dit had allemaal een rand. Maar ik ga misschien al het vet eerst instellen. Zo. Dit was in het vet. Dit ook in het vet. Dan, als ik me niet vergis, had ik. Maar dat moest niet. Maar wie dat het wou doen, die kon dat. Tussen een aantal dingetjes stond een extra regeltje om zo wat scheidingstekens te krijgen. Of wat ruimte te krijgen ertussenin. Dus voor Nederlands, voor de taalclusters, voor de wiskundecluster enzovoort. Dus die ga ik wel rap doen, zodat je de hele oefening eigenlijk ziet. Hè. Ik wil er een rijtje boven. Boven wiskunde moet een rij. Boven fysica moet een rij. Zo. Boven geschiedenis nog eentje. En boven het algemeen totaal. Zo. Ik ga die wat dunner maken, want die hoefde niet zo dik te zijn. Zo. Ook wat dunner gemaakt. Rij 13 ook. 17 ook. En 22 ook. Ik zou misschien wat inzoomen, zodat jullie beter kunnen kijken. Voilà. Dat is wat duidelijker. Nog ietsje breder. Zo. Dit moet geen rand krijgen, dus ik ga de rand even wegdoen. Zo. Hier was ook een randje rond. Drap even die randen plaatsen. Oei, dat is er langs. Zo. Randen. Daar staan ze. Deze cluster ook. Zo. En dit is de voorlaatste. De randen naar rond. En hier waar zelfs mijn totalen komen, ga ik nu ook al de rand zetten. Dan hoef ik dat zelfs niet meer aan te passen. Alles moest gecentreerd staan. Dus ik ga alles aanduiden en ik centreer. Dan kan ik al verder doen eigenlijk aan de resten. Ik had hier tussen wat kleurtjes gezet. Ik zal die zo dadelijk toepassen. Maakt niet zo heel veel uit. Hier moest ik een gemiddelde berekenen. Dus ik doe is GEMI voor gemiddelde. Druk op enter, duid mijn bereik aan, net zoals we in de klas gedaan hebben. Diezelfde formule gebruik ik via de vulgreep door mijn hele rekenblad uit. Deze geeft deling door 0, omdat hier geen waarden in staan. Die komen vanzelf zelfs. Ik ga ervoor zorgen dat er geen getal achter de komma staat. Dus ik ga wat achterliggende nulletjes wegdoen, van een paar keer gedrukt, en dat is in orde. Dat is eigenlijk het gemiddelde al. Nu moet ik het gemiddelde van mijn dagwerk berekenen. Is GEMI, druk op enter. En ik heb mijn dagwerk van het eerste, van het tweede en van het derde nodig. Ik hou natuurlijk de controltoets ingedrukt, dat weten jullie ook. Ik ga de formule naar beneden trekken. Hij zegt hier wel natuurlijk nog altijd gedeeld door 0, omdat ik hier die tussenlijntjes gecreëerd heb. Maar dat los ik zelf eens op. Dus ik doe ook het gemiddelde van het proefwerk. Zo, controltoets inhouden en het proefwerk. Dat doe ik voor Nederlands en dan kan ik de vulgreep gebruiken naar de rest. Dan weet ik dat ik hier bij totaal iets speciaals ga moeten doen. Ofwel ben je een sluw en zeg je, ik zoek gewoon het gemiddelde van het totaal hier, hier en hier. Dat werkt natuurlijk. Dat was ook een oplossing. Die uitkomsten kloppen ook. Of
Je ging nakijken wat in de opgave stond, en jullie weten dat vanuit je rekenblad, vanuit je rapport, sorry. Je dagelijks werk telt voor 40% mee, je proefwerk voor 60%. Dus dat kan ik ook gaan doen. Ik had gewoon kunnen zeggen, is gelijk aan mijn dagwerk voor 40% plus mijn proefwerk maal 0,6 of voor 60%. Dat geeft mij ook het gemiddelde natuurlijk. Hè. Dat komt net op hetzelfde neer. Hier heb ik geen formules nodig, dus ik zou ze al kunnen leegmaken en op delete drukken. Maar ik weet zelfs toch dat ik die kleurtjes nog ga doen, dus ik laat dat eventjes openstaan. Goed oppassen. Hier voor Informatica is er geen proefwerk, dus die mag hier weg. Ik druk op delete. Voor lichamelijke opvoeding net hetzelfde. Nog één keer oppassen, omdat ik deze nu wegdoe en dat eigenlijk 0 geworden is, is dat totaalcijfer natuurlijk mis. Er is geen proefwerk, dus het gemiddelde van Informatica zal je dagwerk zijn. Dus je zegt gewoon, is mijn dagwerk. Zo. En datzelfde doe je hier bij lichamelijke opvoeding. Is mijn dagwerk. Zo. En je drukt op enter. Ook hier staan er nog veel te veel cijfertjes achter de komma. Dus die ga ik ook wegdoen. Zo. Totdat ik er geen enkele meer heb. Ik ga nu in één weg die kleur ook maar in orde maken. Zo. Ik geef dat een klein grijs kleurtje. Dit is bijvoorbeeld een lichtgrijs. Hier net hetzelfde. Ik ga die eventjes aanduiden. Zo. Grijs. Grijs. En grijs. En nu dat dat toch grijs is, zal ik dat doortrekken. Zo, net hetzelfde hier. Zo. Omdat ik de vulgreep gebruik natuurlijk, gaat hij ook die formule overschrijven. Zo. En dan heb ik eigenlijk een opmaak die erop lijkt. Wat stond er nog in jullie oefening? Alle cellen die onvoldoende hebben, die moeten grijs gekleurd worden. Dus dat ga ik nu aanpakken. Ik kan eigenlijk alles selecteren. En dan gaan zeggen, hier gelijk in de opgave staat... Alles tussen 1 en 50% kleur je grijs. Nu, jullie hadden gezien dat het opmaakprofiel al klaargemaakt was. Dus dat is eigenlijk een voordeel. Dus je kon alles aanduiden. Opmaak, voorwaardelijke opmaak. En het is een voorwaarde. Als mijn celwaarde niet gelijk is aan maar tussen 1 en 50 ligt. Dan kon je hem gewoon, dan moest je het wel eventjes aanduiden, op grijs zetten. En dan gaat hij die grijs kleuren. Je drukt op oké. En eigenlijk is je oefening al af, een stukje. Ik heb ook mensen gezien die het anders geprobeerd hebben. Dus die hebben met een andere manier gewerkt. Dus zo opmaak, voorwaardelijke opmaak. Diezelfde voorwaarden, en die hebben hier gezegd, als dat gelijk is aan, of kleiner is dan, sorry, 50, dan zet ik het op grijs. Moest dat profiel grijs trouwens niet bestaan, dan kan je gewoon een nieuw maken, maar dat weet je. Nu had ik het hier al toegevoegd, dus op zich moest dat niet zo moeilijk zijn. Dus kleiner dan 50, je drukt op oké, dan ga je dan krijgen dat ook die lege weggewerkt zijn. Dus als je met die methoden had willen werken, dan had je het een klein beetje anders moeten doen. Maar je had dat niet hoeven doen natuurlijk. Hè. Je doet opmaak, voorwaardelijke opmaak, voorwaarde. En je zegt eerst dat de cellen die gelijk zijn aan leeg, en je weet hoe leeg is in rekenbladen, dat is open en sluit het aanhalingstekens, die maak je wit. En dan kan je daarna zeggen toevoegen. Alle andere cellen die kleiner zijn dan 50, maak die grijs. Je drukt op oké. En dan krijg je net hetzelfde resultaat zien. Dus de lege zijn open. En de onvoldoende zijn grijs gekleurd. Dat zou overeen moeten komen met dit. Eventjes kijken. Ja, dat zijn dezelfde cijfertjes. Volgens mij is dat al voldoende voor het werkblad. Als je dit had, was dat 8 op 8, als ik me niet vergis. Dan moet ik een grafiek gaan maken met de evolutie van het dagelijks werk van Nederlands in procenten over de 3 trimesters heen. Dus die ga ik nu maken. Ik heb deze titeltjes nodig. De eerste, tweede en het derde trimester. Dan alleen het dagwerk natuurlijk. Zo, je ziet dat daar 1 onvoldoende in zit. En daar ga ik een grafiek van maken. Duid grafiek aan. Het is natuurlijk een lijngrafiek met lijnen en punten. Ik had nu geen rechte gekozen, maar dat is op zich niet zo erg. Ik had een vloeiende gekozen. Je kan daar nog wat eigenschappen van gaan aanpassen, maar dat was allemaal niet nodig. Druk op volgende. Je grafiek is juist, dus niets veranderen. Volgende, helemaal niets veranderen. Volgende. En dan moest je legende er nog bij, of je titels. In eerste geval de titel. Dat was evolutie. Evolutie. Dagelijks werk. Zo. En als subtiteltje was dat Nederlands. En dan in procenten uitgedrukt. Zo. Er moet geen legende komen. Dat is eigenlijk alles. Je drukt op voltooien en je grafiek is eigenlijk al correct. Hè? Dus ik zal die ook op zijn plaats gaan zetten. Er waren een aantal dingetjes die ik aangepast had. Waar dat je ook een punt mee kon verdienen.
Er moest bijvoorbeeld een lijntje rond, dus dat kunnen we al doen eigenlijk. Hè. Dus een lijn er rond gaan zetten in het groen, als ik me niet vergis. Een klein beetje dikker natuurlijk maken, zo. Dus een groene lijn er rond, als ik me niet vergis, was die geel gekleurd met een oranje lijntje in. Daar staat hij. Dus dat ga ik ook eventjes doen. Dubbelklik om in je grafiek te gaan. Dubbelklik op het onderdeel dat je wil gaan aanpassen. Dus hier wil ik bijvoorbeeld het gebied wil ik een gele kleur gaan geven. Oké. Die lijn wil ik veranderen in een oranje lijn. Dubbelklik op de lijn. En zeg tegen die lijn dat die niet blauw moet zijn, maar oranje. Je drukt op oké. Dus dat is de lijn ook al. Dit was in vet en cursief. Dus die woorden onderaan op de x-as. Maar dat kan je gewoon aanpassen. Dus je zegt vet en cursief. Bijvoorbeeld ietsje groter maken. Oké. Dan zijn die iets groter. En als ik me niet vergis, had ik de waarden erbij geplaatst. Zie je? 59, 58 en 46. Dus dat moet ik hier nog doen. Ik ga in mijn grafiek staan. Zo, rechtermuisknop de gegevenslabels invoegen. Dan zijn ze nog niet opgemaakt, maar je kan er ook rechtermuisknop en ze opmaken. Een beetje schuiner gaan plaatsen. Bijvoorbeeld op 45 graden. 50 graden maakt ook niet zo heel veel uit natuurlijk. Hè. En ik denk dat ik ze in het vet gezet had. Zo, en misschien een beetje groter ook weer gezet. 12 bijvoorbeeld. Oké, en die grafiek is eigenlijk af. Eens even kijken. Ah, ik had hier wel gekozen voor een i-waarde tussen 0 en 100 en een interval van 20, hè. 0, 20, 40, 60 enzovoorts. Dus dat misschien ook nog even instellen. Je dubbelklikt om in de grafiek te gaan. Je dubbelklikt op hetgene dat je wilt aanpassen, in dit geval de i-as. En de schaal loopt niet van 0 tot 70, maar van 0 tot 100. Zo. En de intervallen zitten niet per 10, maar zaten per 20. Je drukt op oké. En de grafiek is eigenlijk helemaal hetzelfde. Dus dat was je eerste grafiek. Dan ga je naar deze grafiek, het jaartotaal voor ieder vak. Goed opletten natuurlijk, als je met die lijntjes gewerkt had zoals ik, maar het zijn er eigenlijk weinig die dat gedaan hebben, dus ook niet zo erg. Als je dan dit zou gaan selecteren, ik zal het even voorproberen te doen, hè. Dus je moet een totaal van ieder vak hebben. Zo, ieder vak erbij. Als ik nu mijn grafiek zou maken, dan zie je dat in de grafiek ook lege stukjes zitten. Hè. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Maar dat heb je alleen aan de hand als je die tussenlijntjes geselecteerd hebt. Dus ik moet dat even aanduiden met de Ctrl-toets inhouden. Ik heb alleen mijn vaknamen nodig. Mijn totalen, zo. Dat doe ik hier ook. Daar ga ik een grafiek van maken. Dus maak grafiek. Dat was geen kolom, maar een balkgrafiek. Eigenlijk een aantal stapjes doorlopen. Eigenlijk is de grafiek op zich nu al correct. Dus moeilijk is het eigenlijk niet. Het was wel in 3D en ik had er een cilindertje voor gekozen. Ik zal ze zo goed mogelijk even nabouwen als dat ik ze zelf had gedaan. Niks aanpassen, nog niks aanpassen. Dat titeltje was jaartotaal, dus dat ga ik wel nog doen. Jaartotaal. Zo, de legende mag weg. Heb ik niet nodig. Is er een beetje meer ruimte ook voor de grafiek. Dus op zich is de grafiek al correct. Dus daar verdien je al 3 op 4 mee. Zo, oei. Ik probeer ze nog op zijn juiste plaats te zetten, hier van onder. Er zijn nog een aantal kleine dingetjes. Ze ziet er wat blauwer uit, als ik me niet vergis. Voilà, blauw, interval van 25 beneden. En misschien een lijntje er nog rond zetten. En misschien dit nog cursief zetten. Ik zal ze eventjes nabouwen. Ik wil mijn grafiek aanpassen. Dubbelklik op het onderdeel dat ik wil aanpassen. Mijn gebied was lichtblauw. Bijvoorbeeld deze. Druk op oké. Zo. Hier nog wat aanpassingen doen. Bijvoorbeeld die blauwe lijntjes zijn eigenlijk witte balkjes. En zo. Ah, er was nog een lijntje rond, dacht ik. Dus ik kan bij een beetje zoeken. Ah, de randen, daar staan ze. Ik kan een klein fijn streepje zetten. Dat zal wel wat dik zijn. Dus ik ga 0,05. Oei. Op 0,05 zetten. Zo. Ik denk dat dit ook nog cursief stond. Cursief. Oké. En de sprongen, of de interval, is per 25. Dus dat kan ik ook nog afmaken. Zo, en dan zijn we er eigenlijk. Hè. Dus de sprongen hier. De schaal per... oei, niet deze natuurlijk, maar deze per 25. En van 0 tot 100. Oké. Oei, heeft het wel wat schuin geplaatst nu. Zo. En misschien ook nog de rand eventjes aanpassen. Een lijntje er rond. En zo. Oké. Voilà. Dan de laatste oefening. Deze. Die van Pukkelpop. Ik heb een inkomkaart aan 32 euro. Hier verkoop ik er, of koop ik er van 1 tot en met 10. Een economy, daar komt niets bij. Een VIP komt 15 bij. Een all-in 25. En een normal 10. Ik heb verschillende manieren gezien. Maar de eenvoudigste manier is volgens mij deze. Je doet...
Dit is gelijk aan mijn inkomkaart maal het aantal plus datzelfde bedrag, de inkomkaart maal het aantal maal je percentage, dat er je percentage meerprijs eigenlijk. Hè. Ik zal de dingetjes nog tussen haakjes zetten. Zo. Dat verhoogt de leesbaarheid. Op zich zal het hier wel werken. Zo. Jij weet natuurlijk ook dat als je dit naar rechts gaat gebruiken en naar onder, dat die uitkomsten niet kloppen natuurlijk. Hè, want hij gaat geen rekening houden met wat er vastgezet is. Dus ik ga het wel eventjes vastzetten. Hier, die prijs mag natuurlijk nooit veranderen. Die H2 mag nooit naar rechts opschuiven of naar beneden opschuiven. Dus de H2 vastzetten is eigenlijk heel logisch. Zo, de H2 zet ik helemaal vast. Dan weet ik dat als ik zelfs die formule naar beneden ga trekken, dat de vierde rij met de aantallen nooit naar beneden mag schuiven. Dus op zich kan ik zeggen dat de vierde rij ook niet mag verschuiven. Zo, de vierde rij zet ik niet vast. En als ik zelfs de formule naar rechts trekt, dan weet ik dat de meerprijzen, of de percentages van de meerprijzen, ook niet naar rechts mogen schuiven. Dus de C-kolom mag niet D, mag niet E en mag niet F worden. Dus de C-kolom zet ik vast. Zo, de C-kolom zet ik nog vast. Ik druk op Enter, pak mijn formule naar rechts, zo, naar onder, zo. En zo is mijn formule juist. 400, 400. 10 VIP-ticketjes kosten 3,68 en ook 3,68. Voilà. Dus een kwartiertje de oefening eigenlijk gemaakt. Met wat extra uitleg. Normaal moet dat lukken op een uurtje bij jullie. Veel succes!